Kandinsky College gestart als ecoschool. A15 deze week meermaals afgesloten. En een bijzondere verjaardag bij de familie Geutjes. Op het Kandinsky College is men begonnen met de start als ecoschool. Een team van 10 leerlingen, ondersteund door 2 begeleidende docenten, zette zich in om het college groener te maken. Museum De Bastei helpt hen tijdens dit project. Er bestaat een 7-stappenplan dat moet worden uitgevoerd om binnen 2 jaar een certificaat te behalen. Met de start van het nieuwe schooljaar biedt het college lessen in voeding, klimaat en duurzaamheid. Wij zijn dit jaar begonnen met een nieuwe stroom op school en die heet Life Science. En vanuit Life Science hebben we besloten om ons aan te sluiten bij EcoSchools. De leerlingen hier op school willen leren over duurzaamheid en klimaatverandering. En dat we een bewustzijn bij leerlingen willen kweken over hoe je duurzaam met je leefomgeving om kunt gaan en met de aarde om kunt gaan. De school wordt hierin ondersteund door het Museum De Bastei. Zij geven hun advies en begeleiding, maar uiteindelijk moeten de leerlingen het zelf doen. Dat houdt in dat ze mee mogen beslissen aan het verduurzamen van de school. Dus ze betrekken hun buurt erbij, ze betrekken hun medescholieren, betrekken ze erbij. En ze maken zichzelf een eco-code. Dus waar staan zij voor als school voor eco-schools? Ik heb al mijn hele leven best wel veel om duurzaamheid gegeven en er ook wel wat voor gedaan. We zijn nu bezig met 4 hoofddoelen. Dus afvalscheiding, minder vlees in de kantine, minder plastic wegwerpflesjes. En dat als je het lokaal uit bent, dat de lampen dan niet aanblijven, want dat zie je nog heel vaak. We wilden zo'n kledingruildag doen op school. En dan gaat iedereen dus uiteindelijk, leerlingen en docenten, die gaan dus uiteindelijk kleding meenemen die ze niet meer dragen. Of gewoon spullen die ze niet meer gebruiken. En dan gaan we dus gewoon op school. Dan als je eentje ziet dat je leuk vindt, dan kan je dat gewoon pakken zo. Zodat we niet al onze kleren weggooien. Het moet beginnen op school, omdat het is waar je gewoon elke dag komt. En als hier al veel meer gedaan wordt voor duurzaamheid, dan word je er veel bewuster van. En kan je het ook veel makkelijker thuis gaan doen. Dus ik vind het een heel goed project. Na 2 jaar mogen ze de groene vlag hijsen, vol trots. Want dan hebben ze de eerste groene vlag behaald. Maar daarmee houdt het niet op. Ze gaan verder. Dus het is een jarenlang traject waar ze dan ingaan. Allereerst, de eerste overwinning is eigenlijk de groene vlag. En daarna de volgende groene vlag. En nog weer een groene vlag. Dus dat gaat jaren door. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Groot feest bij de familie Geutjes. Want de 13 broers en zussen zijn samen precies 1000 jaar oud geworden. Wegens wegwerkzaamheden is de snelweg A15 deze week een paar keer in de avond en nacht afgesloten in oostelijke richting. Dit geldt van dinsdagavond 7 uur tot woensdagochtend 6 uur. Vervolgens van vrijdagavond 7 tot zaterdagochtend 6. En tot slot van zaterdagavond 7 tot maandagochtend 5 uur. Hierbij zijn ook de op- en afrit bij Dodewaard, Andelst en Valburg afgesloten. Evenals de verbinding naar de A50 richting Nijmegen-West. Vanaf vandaag heeft de NS haar dienstregeling aangepast. Daardoor rijden er op bepaalde trajecten minder treinen. Een van die trajecten komt langs Wiegen. Buiten de spits komen daar nu minder sprinters. De maatregel is ingevoerd vanwege het personeelstekort bij de NS. Nou, om ervoor te zorgen dat die werkdruk minder wordt en dat reizigers weten waar ze aan toe zijn, hebben wij moeten besluiten om minder treinen te gaan rijden. Inwoners van Zetten krijgen donderdag 17 november de kans om mee te praten over de toekomst van een dorp. Naast informatie over een aantal onderwerpen is er een soort markt onder het motto Zetten aan Zet, waar bewoners hun mening kunnen geven. Woningbouw is een van de onderwerpen die ruimschoots aan bod komt met de verwachting van 1500 woningen erbij in de komende jaren. Ook de nieuwbouwplannen van dorpshuis De Wanmolen is een onderwerp dat al geruime tijd speelt. De infoavond vindt plaats in het Hendrik Pierson College en start om 7:30. Herne is helemaal klaar voor het WK voetbal. De dorpsstraat hangt vol met oranje slingers. Het is niet de eerste keer dat deze straat oranje kleurt. Herne heeft de traditie om bij ieder groot toernooi van het Nederlands elftal vlaggen te spannen.
Het WK voetbal start op zondag 20 november in Qatar. 13 broers en zussen van de familie Geutjes uit Nijmegen zijn dit weekend samen maar liefst 1000 jaar oud. Alle reden voor een feestje met alle gezinsleden. 8 vrouwen en 5 mannen met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar. Ik ben Jos en ik ben 73 jaar. En samen met zijn 12 broers en zussen zijn ze vandaag op de 77ste verjaardag van Mia precies 1000 jaar. Een maandje ben ik hier al mee bezig. Toen ben ik een keer aan het tellen gegaan en toen kwam ik aan 999. Met Mia overlegd, het is haar verjaardag, wil je hier bij ons vieren? Vond ze een prima idee, een leuk idee. En vandaar dat, dat we hier nu zijn met z'n allen. Dat is iets waar we toch wel naar uitgekeken hebben. Gehoopt dat we samen oud mochten worden. We zijn er echt voor elkaar. Dus het is ook heel bijzonder om samen je verjaardag te mogen vieren. De 13 broers en zussen hebben een hechte familieband en zien elkaar nog vaak. Dat betekent heel veel voor ons. We zijn er ook altijd voor elkaar. Als er iets is. 1 keer per jaar. De eerste zaterdag in het nieuwe jaar komen we altijd bij elkaar ergens in een restaurant. En dan gaan we daar een dagje vieren eigenlijk. En dat gaat heel leuk. Met al zijn broers en zussen om hem heen kan voor Jos de dag niet meer stuk. Dit is echt een hoogtepunt van het jaar, dat durf ik rustig te zeggen. Dat gaat boven de Vierdaagse, carnaval, kerstmis en nieuwjaar gaat het uit hoor. Dat is niks op af te dingen. Om dit bijzondere moment vast te leggen gaan de broers en zussen tientallen jaren na dato nog 1 keer op de foto. Fans van radiografische vrachtwagens konden in Afferden weer het kind in hen naar boven halen. In Kulturhusdemeent werd namelijk een modeltruckersbeurs gehouden. Van Scania tot DAF, het was er allemaal te vinden. Rijden ze een beetje door? Nou, af en toe wel, af en toe niet. Maar weet je, het is zondag, dus we doen rustig aan vandaag. Ja, vandaag rustig op de weg. Ja, zondagsrijden ze allemaal. En waarom bent u hier vandaag? Nou, ik vind het mooi. Mijn zoon die is ook truckchauffeur. Dus daarom kom ik even kijken. Ja, niet dat hij zo'n truck heeft, maar ik vind het mooi om te zien. Wat voor vrachtwagens zijn er allemaal te zien? De Mercedes, Scania. DAF, Volvo, deze voor mij en die voor mij. Wat vindt u zelf zo leuk aan deze kleine vrachtwagens? Ik vind het moet rollen, vind ik persoonlijk dus. Want het is stilstaande, maar dat vind ik persoonlijk helemaal niks. Nee? En het moet ook allemaal dan dus netjes werken van verlichting, geluid. En echte vrachtwagens, vindt u die leuk? Ook wel, dus. Maar ik ben geen chauffeur geweest. Wat maakt die vrachtwagen zo bijzonder? Mijn vrouw die is gek van neuzen, zeg maar, qua auto's dan. Ja, ze zeggen ook altijd dat wat er ook weggaat, maar niet die auto. Dus daarom heeft deze auto ook een, als chauffeur, zeg maar, een chauffeuse achter het stuur zitten. En de rijkwaliteiten van haar zijn best wel goed zo te zien op de baan. Ochtendrood, water in de sloot. Ook vandaag ging dat gezegde weer op. Vanochtend werd deze prachtige foto gemaakt in de Betuwe. En in de late middag kregen we inderdaad met een regengebied te maken. Ook de komende dagen blijft het een beetje wisselvallig. Morgen verloopt de dag nog helemaal niet zo verkeerd. Het blijft grotendeels droog. En pas in de avond is er kans op een enkele bui. De temperatuur is ook prima, landelijk zo'n 14 tot 17 graden. En in onze regio een prima 16 graden. De dagen erna wordt het steeds iets beter. De buiigheid neemt af en gemiddeld loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. Het ziet ernaar uit dat Sinterklaas zaterdag dus droog kan worden binnengehaald. Misschien zelfs met een heerlijk najaarszonnetje. En tot zover het RN7 Regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram.
Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Graag tot morgen!